In het zuidoostelijke deel van Ameland ligt het Nieuwlandsrijt. Een voor de Wadden uniek kweldergebied van 400 hectare groot. Het gebied is een staatsnatuurmonument en onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. En hier grazen de Amelander lammeren. Voor de boeren uit Buren is het gemeenschappelijk weidegebied. Het Nieuwlandsrijt heeft een grote verscheidenheid in flora en vegetatie. De belangrijkste begroeiing van de kwelder wordt gevormd door ziltminnende planten, zoals dit Engels gras. Door de invloeden van het kweldergebied en de kruidige planten die hier groeien, krijgt het lamsvlees zijn bijzondere smaak. De weiden worden natuurlijk begaasd. Geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Amelander lamsvlees heeft een bewijdingsperiode van 4 maanden. Slagerij Johan de Jong uit Nes slacht en verwerkt het lamsvlees zelf. Het assortiment in het lamsvlees is groot. Van lamsbout, lamsrek tot aan lamsgedroogde worst. Begrazing op natuurlijke weiden aan de Wadden, de malse structuur en de ziltige, uitgesproken smaak. Dat is echt Amelands lamsvlees. Natuurlijk lekker.